Bij de pakken neerzitten, ja, dat kent onze volgende gast echt niet. Hij was het moeilijkste jongetje van de klas... maar groeide op tot een belangrijke influencer via sociale media. En hij is uh, Mr. Positivity, uh, volgens mij, uh, van, van de hele wereld. Ik heb het over Redouan Asakali uit Almere. Ja, goedemiddag, uh, Redouan. Welkom. Je hebt uh, de Diwan Award uh, Holland uh, ontvangen kort geleden. Ja, klopt inderdaad. Het is een uh, prijs voor getalenteerde Nederlanders met een uh, biculturele achtergrond. Jij hebt gewonnen omdat je je vooral inzet voor jongeren... Jongeren uit kansarme gezinnen. Waarom uh, zet je eigenlijk in voor die groep? Uh, waarom ik me inzet voor die groep is omdat ik vind dat die jongeren ook zeg maar, uh, de aandacht verdienen om, om de steun en de begeleiding te krijgen. Ja. En dat is eigenlijk de reden waarom ik de jongeren graag help. Ja. Om ook hun te zien groeien. Ja, je hebt ook een, de award voor je staan. Ja, zeker. Dat is best wel, uh, hou hem eens even omhoog als je wil. Dat is, uh, dit is de award die ik, heb, die ik in ontvangst heb mogen nemen. En uh, ja, super trots op. Echt, dit uh, had ik nooit zien aankomen, nooit durven dromen. Echt uh, super mooi. Ja, uh, en hoe ik echt ben je, je daarvoor op. opgegeven dan of zo? Uh, nou, het gaat zeg maar als volgt: uh, uh, mensen kunnen jou daarvoor opgeven. En dan is het zeg maar uh, aan de jury uh, om te bepalen uh, welke mensen genomineerd worden. En ja, tot mijn verbazing was ik dus opgegeven uh, door een aantal jongeren in de buurt en door mensen door heel Nederland. En. Uh, niet wetend uh, dat die mensen mij dus als het ware hadden opgegeven. En toen kreeg ik op, op, op een gegeven moment een uh, mail binnen. Hé, hey, jij zit in de uh, top drie van influencers. En uh, ja, toen ik die mail binnen kreeg, ik wist niet uh, wat me overkwam. Het was gewoon uh, super mooi. Echt geweldig. Ja. Ja, uh, laten we eventjes beginnen bij het begin. Uh, ja, ik zei, uh, je, je was misschien wel het moeilijkste jongetje van de klas. Was dat echt zo? Uh, nou, ik was wel heel aanwezig in de klas, inderdaad. Ik was wel een jongen die. die... Uh, ja die wil laten zien van hey hier sta ik en uh, moeilijkste jongen van de klas was ook niet um, uh, op die manier uh, alleen ik was wel echt aanwezig ja, ja. Maar waar uitte zich dat in wat deed je dan allemaal um, in de zin van uh, um, ik wil alle aandacht van de leraar alle aandacht van mijn klasgenootjes um, ja voornamelijk bezig zijn um, met alles eromheen en behalve met de les als het ware ja. en uh, ja Daardoor was ik wel een van de moeilijkste jongetjes van de klas, als het, als het ware. Ja, want de jongeren waar je je nu voor inzet, was jij zelf zo'n jongere? Uh, in welke zin bedoel Nou dat? ja, dat je ook uh, eigenlijk wat extra kansen nodig had, een extra duwtje nodig had. Uh, ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, maar, uh... Want je had ook nog, um, um, want je praat nu wel heel makkelijk, maar je, je, je had ook last van stotteren. Hè? Ja, ik uh, heb mijn hele jeugd uh, op de basisschool heb ik enorm veel problemen gehad met uh, stotteren. Uh, de communicatie was niet uh, zoals bij. De meeste leerlingen op school. En ja, ik kon niet communiceren, ik kon uh, geen presentaties geven, uh, spreekbeurten durfde ik absoluut niet te geven, omdat ik bang was dat alle leerlingen uh, ja, mij zouden uitlachen. Ik was heel onzeker. Uh, en daardoor uh, ja, ontbrak het zelfvertrouwen. En uh, ja, was ik niet eigenlijk degene die ik hoorde, te, hoorde uh, te zijn. Ik heb er nu, als ik spreek, met jullie ook wel een. Beetje last van, maar dat was op de basisschooljaren was dat wel echt extreem. Ik kon gewoon niet eens volle zinnen uitspreken. En ik kon niet eens um, ja, een normaal gesprek voeren met iemand. Ja, en, ja. en nu ben je um, uh, ja, plaatsvervangend manager in ja, de supermarkt. Klopt. Uh, ja, de, hoe, hoe is die lijn gegaan dan van een stotterend jongetje die eigenlijk zichzelf niet durft te presenteren, tot aan iemand die gewoon de boel runt in de supermarkt. Ja, ik denk uh, dat het heeft te maken met uh, de juiste begeleiding en het vertrouwen wat iemand heeft. In jou. En op het moment dat jij ziet dat men moeite doet om, om, om te werken aan jouw ontwikkeling en geloof heeft in jouw uh, talent, uh, door middel daarvan krijg je wel echt zelfvertrouwen om aan jezelf te werken. Maar dan moet eigenlijk eerst iemand anders in jou geloven voordat je zelf in je gaat geloven dan uh, in dit geval. Ja, in dit geval was dat uh, ja, jammer genoeg wel het geval. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, ik ben nu wel daardoor wel degene die ik ben. En ik ben alle mensen enorm uh, dankbaar voor hetgene wat ik nu doe. En, ja, dat is het eigenlijk. Ja, want het, je had het dus niet zo makkelijk op school. Um, dat, dat zou dan ook wel gevolgen gehad hebben voor wat moet je dan doorgaan leren of zo. Hoe heb je dat aangepakt? Uh, door middel van je kwetsbaar op te stellen en, en, en vragen om hulp. Ik heb bijvoorbeeld uh, een vrouw in mijn leven. Uh, dat is dus als het ware mijn tweede moeder. Dat is uh, Dominique Hakkenberg is, uh, ja, die was mijn supermarktmanager in de tijd toen ik nog uh, als hulpkracht en teamleider uh, functioneerde in uh, Almere. En ja, zij heeft mij het vertrouwen gegeven uh, om te gaan doen uh, wat je wil doen en um, ja, jezelf daarvoor hard te maken. En ja, daar is zij ook een heel groot onderdeel van uh, om mijzelf te kunnen laten zien uh, naar de mensen om me heen. En zij heeft altijd uh, tegen mij gezegd van, hé, hey, jij bent de regisseur van je eigen leven en jij bent daar echt... Uh, 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 verantwoordelijk voor, als het ware. En uh, ja, ja, zij is ook een van de personen die mij die vertrouwen heeft uh, gegeven. Ja, je hebt dat echt geabsorbeerd als een soort spons, wat zij aan advies ja, gaf. Want, klopt. En, en inmiddels verspreid je dat zelf. Ja, zeker. Uh, dat doe je allemaal via sociale media. Je bent nu dan een influencer, zoals dat heet. Uh, wat, wat houdt dat dan precies in? Uh, nou, ik ben, zeg maar wel, uh, ik word gezien als influencer, uh, maar ik voel me niet echt de influencer. Het is meer uh, mijn plicht om, 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 om de jongeren te motiveren en te inspireren om te laten zien wat ik doe. En dat doe ik zeg maar, met één reden, omdat ik zie dat het mij ook is gelukt. En ik geloof erin, uh, als ik het kan, dan kan een ander het ook. En ja, mijn doel hierin is om, om zoveel mogelijk mensen in heel Nederland en voornamelijk Almere te laten zien uh, dat als je iets wil bereiken, ervoor gaat, dat je... ...ja, echt je resultaten zou kunnen behalen. Maar wat en, laat je precies zien? Noem eens wat. Ik laat voornamelijk zien in het geval zeg maar... ...hoe ik binnen Lidl uh, Nederland aan de gang ga met de jongeren. Hoe ik aan de gang ga met de ontwikkeling uh, van de mensen in de winkel. Uh, en ja, ik vind het heel belangrijk om jongeren binnen de organisatie op te leiden. En daar krijg ik ook zeg maar uh, alle ruimte in binnen Lidl uh, Nederland... ...om de jongeren zeg maar op te leiden. En uh, ja, dat is uh, een van de dingen die ik ook doe. Ja. Ja, en wat heb je voor bereik? Hoe, hoeveel mensen volgen jou? Uh, momenteel uh, zit ik op een 15.659 volgers, om precies te zijn. <laughs> dat hou je ook precies bij. Ja, voorbij. dat hou ik ja. inderdaad elke dag bij. Dus uh, ja, dat, uh, ja, als je als jonge jongen uh, die heel onzeker was, uh, op een gegeven moment zoveel volgers hebt, ja, dan ben je er enorm uh, trots op. En dan wil je dat natuurlijk wel uh, in de gaten blijven houden. En, je aandacht schenken naar de mensen die jou volgen. Ja. Ja. Nou kan dat ook natuurlijk wel wat druk met zich meebrengen. Want iedereen houdt je maar in de gaten. Ja, Hoe klopt. ga je daarmee om dan? Uh, ja, daar ga ik wel heel goed mee om. Ik heb wel echt uh, uh, mensen om me heen... met wie ik dus, uh, daarover in gesprek zou kunnen gaan. Denk hierbij dan aan een Dominique Hakkenberg, uh, Sjoer de Jong. Dat is ook een uh, hele belangrijke pilaar geweest uh, voor mij. Uh, maar het is gewoon heel goed plannen, plannen, plannen. Werken met de agenda, uh, dubbelchecks doen... en ervoor zorgen dat je geen... Dubbele afspraken maakt en uh, ja, niet over uh, vermoeid raakt. Ja, ja, maar je, je vertelde dus dat het is niet zo gek dat je bij de supermarkt werkt als, uh, als influencer. Nee, dat, uh, ik ben van mening van niet. Ik nee. ben van mening uh, dat je als uh, ook als, als manager of medewerk medewerker in de supermarkt alles zou kunnen laten zien uh, ja, wat je graag zou willen laten zien. En ja. ik denk eerlijk gezegd dat. Meer mensen dit moeten doen. Ja. Laat zien waar je trots op bent. Laat zien wat je doet. En, en, en probeer de mensen om je heen te inspireren. En laat zien dat het mogelijk is. Ja. Nou, ja. nou inspireer je heel veel mensen. En je komt ook hele bijzondere mensen misschien wel tegen. Ja. Uh, ik zie dat je in gesprek bent met Mark Rutte, met uh, uh, hoe weet het, uh, um, allerlei andere mensen. Ja. Hoe komt dat allemaal tot stand? Uh, nou, dat komt door stand. Uh, doordat ik uh, of die mensen zelf benader. Of dat die mensen mij uh, benaderen. En ja, die komen dan in eerste instantie uh, ja, met de verhaal naar mij toe. Hoe ze zien wat ik doe op uh, LinkedIn. Want misschien wel interessant om te weten: is dus ik bereik 1,2 miljoen weergaves per maand op LinkedIn. Um, en die mensen benaderen. Mij dan als het ware om met hun in gesprek te gaan om te vertellen wat ik doe en wie ik ben. Wie is Redouan? Hoe kom jij aan zo'n netwerk? Waar komt die uh, positiviteit vandaan? En ja, dat is gewoon uh, ja, mooi om te zien dat zulke grote namen jou benaderen om, om, om in gesprek te gaan. En denk ja. je dat Mark Rutte dan iets van jou leert? Uh... Wat iets meeneemt wat hij dan zelf kan gebruiken? Uh, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Dat, oh. uh, ik denk eerlijk gezegd uh, dat ik eerder wat van hem zou kunnen leren. Hmm. Uh, alleen ik denk wel dat, uh, dat er vanuit Mark Rutte of vanuit uh, de politiek uh, ja, ze mij wel gerust meer mogen inzetten als rolmodel om, om, om de jongeren te inspireren. Ja, en zou je plaatsen. dat graag doen? Ja, dat zou ik wel zeker doen, inderdaad. Ja, zeker. Wat, wat zou je dan graag nog willen doen verder uh, als, zij, als zij een beroep op je willen doen? Wat, wat, wat lijkt je leuk? Nou, het lijkt me leuk om. Uh, om te vertellen aan, aan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer uh, wie ik ben, wat ik doe. En, en ja wat ik betekent voor, voor de Almeerse samenleving en voor de samenleving op LinkedIn als het ware. Dat zou ik wel echt. Uh... Heel graag willen doen. Dus bij deze een uh, oproep voor meneer Rutte. Ja, uh, nou, je, je zegt uh, bijvoorbeeld, ik, ik zou graag in gesprek willen met jongeren die betrokken zijn bij schietpartijen en roofovervallen. Uh, toevallig hadden we net in het bericht, uh, in het nieuwsbericht al zitten dat er weer jongeren zijn opgepakt in Almere, omdat ze betrokken zijn bij straatroven. Uh, waarom zou je met die jongeren nou specifiek in contact willen komen? Uh, omdat ik er ook in geloof dat die jongeren uh, onzekerheid hebben. Uh, dat die jongeren een, een, een rolmodel nodig hebben en. Uh, iemand nodig hebben met wie ze in gesprek kunnen hebben. Ik denk dat uh, de meeste jongeren in dat geval heel, heel onzeker zijn en zich niet gehoord voelen. En ik denk dat door middel van gesprekken voeren jij heel veel uh, uit bepaalde jongeren zou kunnen uh, krijgen. waar ze absoluut niet over hebben nagedacht. En als je dan vertelt over jezelf de dingen die je hebt uh, bereikt. Want ik ben ook een jongen die ooit is begonnen met MBO 1 en zichzelf naar boven toe heeft uh, gewerkt. Um, daar ben ik er oprecht van overtuigd uh, dat. Ik die jongeren wel zou kunnen inspireren en zou kunnen motiveren om, om, om het maximale uit je leven te halen. Die jongeren zijn eigenlijk niet de goede rolmodellen tegengekomen in hun leven. Is dat uh, wat jij denkt? Uh, dat durf ik niet zo één twee, drie te zeggen. Maar um, het is wel uh, ja, wat ik voornamelijk om me heen uh, verneem. Ja, want een... ja, wat jij zei, en, uh, Dominique, in de supermarkt was heel belangrijk, ja, heel uh, belangrijk. voor jou. Ja, ja, en, ja. en zo zou iedereen iemand moeten hebben die um, ja, talent in hem of haar ziet? Ik ben er heilig van overtuigd dat op het moment uh, dat jij een mentor hebt of iemand hebt die jou zeg maar, zou kunnen uh, uh, begeleiden, uh, dat dat inderdaad wel uh, een meerwaarde zou kunnen hebben uh, voor jou als. Uh, persoon zijn. Ik denk dat elke persoon wel iemand nodig heeft um, om zijn ei uh, kwijt te kunnen en als je ergens mee zit om dat uh, te vertellen. Ik denk dat elke jongen wel een eer en trots heeft um, om, om niet te vertellen uh, over de dingen waar hij mee zit of waar je nou emotioneel van raakt. En als je een persoon in je leven hebt bij wie je even je ei kwijt kan, uh, ja, ben ik er echt van overtuigd uh, dat men uh, minder met gemengde gevoelens zal lopen... waardoor je dus het maximale uit zichzelf kan halen. Mm -hmm. ja. Nou is het wel zo dat je natuurlijk... Uh, wat jij deelt is allemaal heel positief. Ja. En je vertelt over hoe goed het gaat in je leven. Ja. Uh, ben jij eigenlijk wel helemaal eerlijk dan... als je alleen maar die kant van jezelf laat zien? Uh, ja, ik denk oprecht van wel. Uh, nou, daar zijn absoluut geen twijfels aan. Ik wil gewoon de positiviteit laten zien. Maar jij zal toch ook wel een keer doen. een rot dag hebben? Uh, die heb ik ongetwijfeld. Uh, maar zoals de mensen mij wel... Kennen probeer ik wel uh, positief te blijven. Ik heb uh, op jongere leeftijd uh, mijn vader verloren. En daar heb ik al genoeg uh, emotionele dagen mee gehad. Waardoor ik dus niet denk: van, hé, hey, wees blij dat je leeft. Wees blij dat je wakker bent. Wees blij dat je kunt lopen. Wees blij uh, dat je je moeder kunt zien glimlachen. Wees blij um, dat jij als persoonzijde jezelf kunt ontwikkelen en dat kunt meegeven aan een ander. En tuurlijk zullen er altijd wel uh, een aantal dagen zitten die absoluut niet goed gaan, uh, dat kan ik absoluut niet ontkennen. Mm het -hmm. is gewoon uh, ja de harde realiteit. Maar als dat niet zou zijn, dan heb je natuurlijk uh, ook geen leermomenten in je leven. Dus alleen maar uh, positiviteit, ja, is niet altijd aanwezig. Er zijn ook een aantal dagen dat het ook gewoon uh, ja even duimpjes naar beneden zijn eigenlijk. Ja, ja. Terwijl ik altijd met duimpjes omhoog heb. En dat zijn dan de momenten dat ik dan even een Dominique Hakkenberg op opbel of een Schooijenjong om Jong om, om, om ja, van wie. Mensen naar wie ik opkijk, uh, hun levenservaringen te horen. En ja, hun zijn wel degene die mij dan gelijk... Om switchen naar een positief persoon. Ja. Ja. En nou, nou is het zo dat omdat jij zoveel uh, volgers hebt op uh, LinkedIn, dat je gezinnen die het niet zo breed hebben uh, mag scouten voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Almere. Ja, klopt, ja. En die uitgekozen kinderen kunnen dan op kosten van dat fonds sporten en zich ontwikkelen of ja. op uh, cultureel gebied hun talenten ontwikkelen. Hoe, hoe is dat contact eigenlijk tot stand gekomen met Jeugdfonds? Uh, nou, die hebben mij uh, zelf benaderd. Dus Yvonne. Uh, die heeft mij zelf benaderd om uh, daarover uh, in gesprek te gaan. En ja, zij heeft dus mijn levensvrouw gehoord en die vond het ja, super interessant om ja, dat met mij te gaan doen. En daaruit ben ik dus in gesprek gegaan uh, met haar om zulke dingen te gaan uh, bespreken. En ja, we hebben het gehad over voornamelijk uh, de Marokkaanse, Turkse en uh, ook natuurlijk de Nederlandse mensen in Almere. Om uh, dat die het heel moeilijk vinden om zichzelf kwetsbaar op te stellen om te vertellen van hé, hey, ik heb niet een hele ruime uh, besteding. Uh, ...om mijn kinderen te laten sporten. En omdat ik het heel belangrijk vind uh, dat jongeren sporten... ...want dat heeft me ook heel goed gedaan voor de sociale contact, voor de gezondheid... ...dacht ik van, hé, hey, ik kan hier wel de geschikte persoon voor zijn. Maar, om, om... maar hoe ga je dat doen dan? Je gaat ze toch niet van straat slepen naar een sportveld? Of hoe, hoe moet nee, ik... dat zeker niet. Maar ik uh, geef presentaties, ik geef uh, gastcolleges, ik... Uh, uh, kom op gemeenschappelijke locaties uh, in Almere. En daar kom ik wel echt de groepen tegen en de jongeren uh, tegen die dat zeg maar nodig hebben. En ik ze die kans gun om te sporten. Want hoe mooi is het uh, als iemand uh, graag wil sporten? Hij kan het niet, maar dat hij door middel van de jeugdsponsors ja. Almere toch wel zou kunnen sporten. Goed, daar ga je dus, dus mee door. door. Ja. Je wil graag naar de Tweede Kamer. Heb je verder nog uh, toekomstplannen? Uh, nou dan... Toekomstplannen is dat ik voornamelijk mijn moeder uh, trots wil maken. Zij is uh, mijn motivatie, zij is uh, echt alles voor mij. Ze zit te kijken? Ze zit uh, inderdaad uh, te kijken. Dus uh, ja, alles wat ik doe in mijn leven doe ik echt voor mijn moeder. Zij is echt alles voor mij. Als ik uh, maar een dagje niet goed voel en uh, ze staat ook op mijn achtergrond van mijn telefoon, pak ik mijn telefoon, en kijk even naar mijn moeder en dan, uh, ja, dan denk ik van mama, voor jou doe ik het. Ja. Oh, nou, ik schiet er. Nou, ik ben echt niet aan het liegen, maar ik schiet er echt wel een beetje van voor. Een, een, een beetje water. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> ja, euh, Mooier kunnen we eigenlijk dit gesprek niet eindigen, denk ik. Okay. Um, heel erg bedankt dat je hier langs bent gekomen. En we hopen je in de toekomst nog wel vaker te zien. Uh, want uh, zoveel positiviteit kan iedereen wel gebruiken. Dankjewel. Bedankt. Ik wil jullie ook hartelijk danken voor de uitnodiging. En uh, super hartelijk dank.